eventing heet deze tak van sport. Dus het is een combinatie van eerst een dressuurproef. Iedereen rijdt dezelfde dressuurproef. Vervolgens rijdt iedereen hetzelfde springparcours. En daarna dezelfde cross-country met één paard of één pony. Zo'n 400 paarden en hun ruiters deden mee aan de wedstrijd. We zijn nu een controlerondje aan het rijden. Dus we hebben hier een brug. Dus ik ben aan in de gaten houden of het zand nog goed op de brug ligt. Of er geen slechte plekken in de cross ontstaan. En die hebben hier al gereedschap bij ons. Om dat gelijk op te lossen als er iets ontstaat. Een van de deelnemers is de Amsterdamse Rosa Liefting. En zij ging lekker met haar paard Raaf. Tweede werd ze. Ja, hoe zeg je dat? De hobbytop wil ik halen. Niet de internationale top, maar de hobbytop. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om midden in Amsterdam zo'n buitenevenement neer te zetten. Paarden en toch midden in de stad.